grote kindervriend ontbrak vanmiddag ook niet in Ede. En natuurlijk waren zijn pieten er ook. Het feest is georganiseerd door Samantha Hazes voor de allerarmsten in Ede. Ja, ik heb een oproepje geplaatst op Facebook van nou, welke gezinnen hebben er nog eventueel wat over. Wat ik aan een paar gezinnen mee kan geven. Dat ze toch wat in hun schoentje vinden, die kinderen. En dat ze toch een leuke Sinterklaas kunnen vieren. Ja, Facebook is groot, dus het wordt ook heel groot. En dat is de impact van Facebook. Want er kwam zoveel binnen dat er niet alleen een paar schoentjes gevuld konden worden, maar een compleet Sinterklaasfeest voor maar liefst 70 gezinnen kon worden georganiseerd. De mensen zijn uitgekozen via de voedselbank of de sociale dienst. Sinterklaas is natuurlijk een dure aangelegenheid. Ja, daar moet je geld voor over hebben. Ja. Ik bedoel, voor kinderen is dat heel leuk. Ja. En als je dat niet kan, dan, ja, dan is dat een stuk minder. Hè? Vind je het ook leuk hier? Ja. Er was vanmiddag van alles georganiseerd. Maar het meest populaire was toch wel de mogelijkheid om met de Sint zelf op de foto te kunnen. Spannend hè, met Sint op de foto, of niet? Ja? Ja. Maar vind je wel leuk? Ja. Nou, gelukkig. En de kinderen zelf, wat vonden die eigenlijk van het feestje? Net was Sinterklaas er en zo. En dat was echt leuk. Gezien het grote succes wordt er volgend jaar weer zo'n Sinterklaasfeest in Ede georganiseerd.